Goedemorgen. Hey. Anneke Sluiter. Heren Sluiter, gaat u zitten. Ik ben uw verpleegkundige voor vandaag. U bent opgenomen in verband met een hartritmestoornis dat bij u gediagnosticeerd is. Mijn doel is vandaag dat ik wat vragen aan u ga stellen om een wat duidelijker beeld te krijgen van wat er nou precies speelt over uw gezondheid en dat soort dingetjes. Oké. En allereerst is de vraag hoe het met u gaat. Nou, omstandigheden. Eigenlijk best wel heel goed. Dus zoals ik me nu voel, denk ik van ik heb helemaal geen opname nodig. Maar dat kan het volgende moment weer anders zijn natuurlijk. Dus het gaat heel erg op en neer en het is een beetje onvoorspelbaar. Dat maakt het leven wel spannend. Ja, dat snap ik. Dus u ervaart wel stress bij deze klachten natuurlijk. Ja, ik vind het niet fijn, want eerst denk je, nou, het is één keer. Maar dan gebeurt het nog een keer en altijd op een moment dat je er helemaal niet op rekent. Dus het is gewoon heel vervelend. En wat mij betreft gaan we dat heel snel verhelpen nu. Ja, ik snap dat het niet fijn voor u is. Weet uw familie dat u deze klachten heeft, dat u hier bent nu? Zeker, ja. Ze hebben het zelfs al meegemaakt. Dus ook voor hun is het niet heel fijn als het iedere keer zomaar ineens op soms een heel gezellig moment of gewoon tijdens het werk gebeurt. En dan moet ik weer opgenomen worden of moet er weer iets gebeuren. En hopelijk gaat er nu iets structureels aangepakt worden waardoor het niet meer terugkomt. Ja, hopen natuurlijk dat we dit kunnen verbeteren, want het is natuurlijk absoluut niet fijn voor u. Nee. Wanneer ervaart u de klachten op het ergst? Op het moment dat het begint, dan voel ik het wel een beetje aankomen. Soms dan gaat het ook heel snel weer over. Maar soms dan blijft het er ook in hangen en dan duurt het gewoon een paar uur. En in hele enkele gevallen moet ik dan naar het ziekenhuis om zo'n stroomschok te krijgen. En dat vind ik heel onplezierig. Ja, dat is te begrijpen. Maar ervaart u de klachten dan bijvoorbeeld wat meer tijdens het sporten bijvoorbeeld? Of doet u dat niet meer omdat u dat spannend vindt, omdat u dan weer de klachten kan ervaren? Het is een beetje onvoorspelbaar wanneer het komt. Dus soms komt het ook gewoon 's nachts als ik aan het slapen ben. Oké, dat is wel een van de dat naar natuurlijk. Ja. En doet u nog aan sport of bewegen? Ja, ik sport nog wel, maar niet zo intensief als ik ooit gedaan heb. Want dit zijn ook klachten die eerst gebeurt het één keer in de maand, en dan wordt het één keer in de drie weken, en dan wordt het één keer per twee weken en zo komt het steeds vaker. Ja. Tot het moment dat je het onderzoek wat uitwees dat ik het eigenlijk permanent heb. Ja, dat is vervelend natuurlijk. Als u zeg maar wel sport, doet u dat dan één keer per week of drie keer per week? Ja, wel bijna drie keer per week, maar dan heel kort. En wat voor sport doet u dan? Hardlopen of gewoon wandelen? Wandelen en zwemmen. Wandelen en zwemmen. Dat is wel goed dat u wel in beweging blijft natuurlijk. Mm-hmm. En uw voeding, hoe eet u drie keer per dag? Of, In ieder geval gewoon zeg maar de maaltijden wel drie keer per dag. Maar ik hou ook wel van tussendoortjes. Hoe minder ik sport, hoe minder tussendoortjes eigenlijk. Want anders komt het ook niet goed, hè? Dus u bent wel streng voor uzelf met betrekking tot de tussendoortjes en het aantal sporturen die je heeft gehad. Ik doe mijn best. Maar het lukt niet altijd. Nee. Dat heeft iedereen denk ik wel. Wat eet u dan ongeveer op een dag? En bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag, wat is u? Nou, meestal begin ik met kwark en dan wat fruit in de kwark en lijnzaad. Dat vind ik ook wel prima. Een ei eet ik ook altijd iedere ochtend. En ik drink thee. Dat is ontbijt. Dat is het begin van de dag. Ja. En als lunch? Als lunch meestal.